Maar een nieuw huis op het strand. Letterlijk aan zee. Ik ga gewoon op het strand wonen. Nou, ja, denk ik. Koen heet ik ook. Koen en Daphne. Of Daphne wordt gewoon net als jij. Wel. Dit stop. Ja, dit, zo wil ik het. Ja. Dingetje in linksboven. Hij zit er heel graag bij. Welcome to YouTube Festival 2024! Middag, ik kom nu net van de kapper. Oh, daar is mijn auto. Oh, ik had even paniek. Ik heb mijn haar weer gedaan, want ik heb woensdag de covershoot voor mijn boek. En ik had ineens paniek en ik denk, kut, ik moet naar de kapper. Ik moet mijn nagels nog doen, ik moet mijn alles nog eigenlijk doen. Maar het was een beetje last minute die shoot gepland. En ik ben onderweg naar Koop in de Pijp. Onderweg naar Barça, naar de tent van Jorrit. Want wij gaan lekker met alle kampmensen wat eten. En ik heb er zin in. We gaan ook het nieuwe seizoen bekijken. Althans, aflevering 3 gaan we nu bekijken. Auto. Ik was even bang dat mijn auto was weggesleept, dat ik hem per ongeluk wel op mijn plek had gezet met een bord of zo, weet je wel. Ja, dat kan mij namelijk heel goed gebeuren. Oh, momentos. Maar goed, we gaan dus het nieuwe aflevering 3 kijken van het nieuwe seizoen met een paar mensen van mijn seizoen en ik heb er super veel zin in. Met Meert komt gezellig en dat vind ik heel leuk, want ik heb Meert echt al heel lang niet gezien. Marjolein, Sedat. De Duco, Jorrit is er al natuurlijk. Ik weet niet wie er nou nog meer komt. Volgens mij was dat misschien Bono. Dus ik heb er helemaal zin in. Maar ik ga mij nog heel even opmaken. Dat wilde ik gaan doen. Ik had ook nog een andere outfit bij me, maar nee, het hoeft eigenlijk niet. Ik ga ook gewoon lekker even in de achterbak zitten. Oh kut, de batterij van die camera is ook bijna op. Dit was echt een lange dag trouwens. Ik heb vanmorgen ben ik weer bij de uitgeverij geweest en heb weer aan het boek gewerkt. Maar gaar joh. Oh, het is echt. Aan het boek werken is zo intens. Hoe ik nu mijn make-up zit te doen trouwens. Ik lig half. Ik zit in de achterhoek van mijn auto. Dit schermpje is mijn spiegel. Dit heb ik dus vaak al. Ik heb inderdaad vaak dingen. Veel, bij mij mijn hele leven speelt ze eigenlijk af in Amsterdam. Op mijn familie en veel vrienden na. Maar ja, ik heb heel vaak dat ik me omkleed zo in de auto. En helemaal moeilijk. Maar ik heb geblindeerde ramen. Dus diegene die er liep ziet mij niet. En al zien ze me wel, weet je, dan is het even wat het is. Even kort hoor. Ja. Zwemmen, jongens, we zijn weer helemaal samen hoor. Met onze kamp lieverds. Oh, wat is het weer gezellig. Ik weet je al even zien. Hallo, ja, bizar hè. Ja joh. Ja, niet normaal. Marjolein. Hallo. We zitten lekker even bij Barça te eten en weer helemaal alle herinneringen op te halen. En over een half uurtje gaan we natuurlijk weer een nieuwe aflevering kijken. Oh my god, ik heb vandaag mijn covershoot van mijn boek. Echt wow, mega leuk. Ik heb heel veel haast, want ik heb altijd haast. Het is bij mijn ouders thuis. Daar gaan ze gewoon een studio bouwen en het wordt gewoon heel erg medium shot, als ik het goed heb. Ik heb mijn haar gewassen en ik kan nu hup door de visagie bij mijn ouders. Daar komt een heel team naartoe, zeg maar. Dus dat vind ik altijd zo lekker. Dat je gewoon niks hoeft voor te bereiden. Ik heb lekker mijn heerlijke outfitje aan en kunnen wij gewoon in één keer door. Very prettig.
Zo, ziet de haar en de make-up er weer op. Prachtig. Ja, heel mooi. Kan je niet elke dag even langskomen voor mijn haar? Oh. Nou, blij dat je blij bent. Ja. Heb je de make-up al goed gezien? Of zal ik even gewoon een spiegeltje zetten? Ja, een spiegeltje is wel prettig. Ja. Dingetje hier linksboven. Hij zit er heel graag bij. Dus ik nee, ja, tuurlijk. Ik weet niet, het zat wel doen. Je wil ook wel. Doe even eigen initiatief. Heel goed. Altijd. Een keertje mijn visie er ook heen te laten gaan. Zo, de shoot die zit erop. Het was heel erg leuk om deze shoot te doen. Echt heel snel gegaan ook. Binnen het was het 2 uur of zo stond het erop. En ik heb make-up erop gelaten. Ik denk, het zit zo mooi. En ik heb me even lekker... Het is pas mijn ontbijt. Het is zo erg dat vanmorgen had ik even cacao gedronken. En toen dacht ik, nou, ik eet thuis wel als ik hier ben. Dan ga ik pakken even een boterhammetje. Maar het is eigenlijk helemaal niet overgekomen. Dus het is ondertussen al 12:15 of zo. Ja. En mijn moeder had lekker erwtensoep over gisteravond. Dit vind ik lekker. Oh. En oh my god, jongens, in ander nieuws. We hebben een nieuw huis. Maar een nieuw huis op het strand. Letterlijk aan zee. Ik ga gewoon op het strand wonen. Dit is bizar. We mogen dus zo meteen, het gaat in één keer heel snel. Dit is echt gewoon, nou, nog geen 24 uur gebeurd bijna. Gaan zo meteen mogen tekenen. Krijgen een sleutel en dan is het al meteen gewoon van ons. Dus het is ook ineens, ja. Oh, ik vind het zo vet. Het is zo mooi. Oh mijn god, ik ga het zo laten zien. Het is echt niet normaal mooi. Wat een mijlpaal op 1 dag, zeg. Oh my god. We gaan gewoon verhuizen. Wat? Naar het strand. We gaan op het strand wonen. Het is officieel. We hebben dus vandaag getekend. En ook meteen de sleutel gekregen. En het is gewoon nu van ons. Ja, het is wel even helemaal ruk dat je nu met 2 huizen zit. Maar goed. Dit huis moet je dan opzeggen. En dat loopt dan nog... Vanaf 1 november moeten we hier er echt uit, zeg maar. Maar holy fuck. We gaan verhuizen en ik voel echt onrust in elke cel. Het is ook echt niet een hele ideale timing, want ik heb het zo gigantisch druk. En ik weet gewoon niet waar ik het moet zoeken. Maar ik wil hier ook heel snel dus weg. Ik ben er gewoon op een gegeven moment klaar mee. Ben je op zoek naar woningen en zo. En de vorige, had ik al verteld, de vorige woning die was niet doorgegaan. Omdat ze per se expats in het huis wilden hebben. Dus nou, helemaal jammer, want het was wel helemaal om en nabij ook al rond. En is van, nee, ik wil toch expats erin. Dus dat was even jammer. Heel erg balen. Maar goed, nu een woning op het fucking strand. Dit is echt... Dit is eigenlijk nog beter. Want nog even 2 jaar. Het is ongeveer voor maximaal 2 jaar. Langer dan dit hoeft ook niet. Want dan is het wel echt tijd voor een grote mensenhuis. En misschien wel kinderen en zo. Dus het is gewoon even omdat het kan. En omdat het gewoon echt waan fucking zinnig is. Een huis op het strand. Nou ja, zoals ik zei. Ik wil nu het liefst gewoon inpakken. En mijn spullen uitzoeken. En op marktplaats dingen. Oh my god. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik wil nieuwe meubels. Ik wil gewoon... De meubels ben ik natuurlijk helemaal zat. Dus... Ik heb in ieder geval al Lagerberg even gebeld. Van yo. Yo, dat zeg ik helemaal niet. Maar in ieder geval offerte aangevraagd. En ze komen morgen even langs om te kijken wat het gaat kosten om te verhuizen. Al gaat het denk ik waarschijnlijk echt om dozen. Ik denk alles hier laten. De eettafel, de bank, de kast. Althans hier laten verkopen. Ik denk ook heel veel deco. Ik wil dan, ja, dit ben ik weer. Dan wil ik alles helemaal nieuw, weet je wel. Dus... En op zich is het gewoon echt de spullen inpakken en daar weer uitpakken en that's it. Ik hoef niks te verven, ik hoef niks, geen vloer te leggen. Ik hoef gewoon geen lichtknopjes te bedenken waar wat moet. Ik hoef geen plafonds te schilderen en noem maar op. Dus dat valt wel mee. Als je een huis gaat kopen, komt natuurlijk veel meer bij kijken. En dat nou echt een huis zal kopen nu, dan zou ik echt een beroerte krijgen gewoon van alleen al de stress dat daarbij komt kijken. Alsjeblieft niet. Dus ik zit een beetje in een spagaat, maar ik wil gewoon niet meer hier wonen. Ik ben hier helemaal klaar mee. Het liefst wil je natuurlijk wat kopen, maar ik wil gewoon niet die stress van het kopen. Dit is gewoon makkelijk.
Het is af, spullen pakken, uitpakken en een nieuw leven daarop zetten. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker inspiratie opdoen. Want ik wil natuurlijk een nieuwe kledingkamer en die wordt even 6.0. Want ik heb nu een kledingkamer waar dat is echt, het valt helemaal uit elkaar. Dus ik ga even inspiratie opdoen met pakkasten, want ik ga ook even hele nieuwe pakkasten doen. En dat helemaal lekker indelen, helemaal sterk en waanzinnig. En denk misschien ook al bestellen, want het duurt meestal altijd een paar weken voordat dat er is. En ja, ik zei het al, ik wil het liefst gewoon nu alles af hebben. En dus heel veel stress de komende weken. En ik ben nou echt op mijn tandvlees aan het lopen hoor, ik was stress. Maar goed, als alles af is, dan woon ik zeg maar gewoon op vakantie. Het voelt daar gewoon als vakantie. Er is ook, hangt daar een ander vibe dan in andere plekken van, nou in ieder geval waar ik ben geweest in Nederland. Iedereen die daar komt, die komt voor het strand. En die is een beetje in de hoera stemming. Dus er hangt daar echt een vakantievibe. En dan, ja, ik hoef de komende 2 jaar niet meer op vakantie, weet je. Ik vind daar helemaal prima. Besef even alle restaurants, alle eetentjes. Och, ik zie mezelf helemaal werken elke dag bij die strandtenten. En word ik helemaal friends met de bediening daar. En nou, oh. Ja, zo zie ik het voor hoor. Ja, misschien denkt de bediening vrouw flikker op, maar... Ik ben zo blij. Oké, ik moet ook nog even avond eten. Ik heb echt 0,0 zin om te koken. Ik wil het liefst even een boterham smeren. Maar dus had dit en alles is al 1 dag over datum. Dus het moet echt, het moet nu op. Dus nou, ik ga niks weggooien. Dus we gaan dit maar eventjes in de airfryer gooien. In de kookpan. En in de braadpan, hoe noem je dit? Maakt niet uit. Ik ga het even in de pan. Ja, ik zit weer in een TikTok-algoritme met allemaal pakse in... Wacht, even het geluid uit hoor. Met allemaal pakse indelingen en... Ja, ik word gepakt. Dit is zo fucking geweldig. Ik twijfel of ik met of zonder deuren doe. Ik heb nu zonder. Ik vind dat ook erg prettig, maar met deuren is het wel lekker strak. En het is een heel strak huis. En die deuren die bevallen me wel. En die laadjes met die frames erin. Vind ik heel mooi. Hier, wacht. Ik heb dan toch... Even kijken hoor, die top lijkt. Ja, dit is wel echt een pareltje. Zullen maar zo filmen allemaal, wat een werk. Dit stop. Ja, dit, zo wil ik het. Oh, die tassen. Wat heeft die vrouw toch een hoop tassen trouwens. Ja, al die laden lekker gevuld. Ja, die dingen moet ik ook even aanschaffen. Die plastic dingetjes allemaal. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, ik heb ook wel veel tassen hoor. Ja, dit is top. Parfum in je tassen zo en dan... Van die glazen dingen ook onder je kleding. Vind ik gewoon mooi. Wat een werk om dit te filmen. Oh ja, en die laadjes ook. Al je sieraden bij elkaar. Dit ook, dat extra haakje. Zij snapt het. Ja, lekker. Vind ik heel lekker dit. Oh, ze hebben ook deuren. Ja, het is wel prettig. Maar ik vind deze deuren dus echt. Dit vind ik mooi. Ik denk dat ik voor dit ga. Oké, ik ga even op ikea.nl of zo even kijken. En ook wanneer het binnen is hoor. Oh, wat gebeurt er nou? Oké. Even mijn telefoon pakken. Hi schatje. We gaan verhuizen. Wij gaan verhuizen naar het strand. Yay, wij gaan verhuizen naar het strand. Zo, ik ben uiteraard weer mijn vlogcamera vergeten. Dus het is even op mijn telefoontje. Ik wacht nu op Sumaira. Ik sta ergens langs de weg bij Leiden, bij een benzinestation. Dan gaan we samen naar een evenement. We zijn echt veel te laat. Dus althans, we zouden ook nog een eten met Rosalie en een paar anderen. Met Bamifit, met Amber en met mijn manager. Maar ik denk dat zij maar gewoon moeten gaan eten. En dan zien wij de rest wel daar op het event. Waar ik het nog even over wilde hebben is over het nieuwe seizoen van Kamp van Koningsbrugge. Er zijn nu 2 afleveringen op tv geweest. Althans, ik heb er 2 gezien. En ja, ik vind het heel... Sowieso heel leuk om terug te kijken. Want je komt toch wel eventjes terug in de memories van die je daar had. En ja, het is gewoon letterlijk een van de mooiste ervaringen die ik heb opgedaan. Hoe zeg je dit? Een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan in mijn leven. En ja, dat er nu nog een seizoen is, vind ik alleen maar super leuk. Het seizoen is ook echt fucking mooi in elkaar gezet. En het is echt super mooi. En gewoon alles hoe ze het weer hebben neergezet. Gewoon achter de schermen. Het is echt... Perfect allemaal. Het is echt top. En ja, over de cursisten. Ja, allereerst, het zijn natuurlijk 15 super sterke mensen. Want als je daar aan meedoet aan het programma, je bent geselecteerd, dan zegt dat echt wat over jouw fysieke en mentale gestel.
Dus ik lees dan allemaal comments op Instagram, ook onder mijn reactie. Ik had een reactie ergens geplaatst op mijn reels. En dan zie ik allemaal reacties van, nou, vind je het echt zo bikkels? Nou, vind ik van niet. En ik vond voorgaande seizoenen veel beter. En weet ik dan, best wel negatieve reacties heb ik dus gelezen. Althans, niet allemaal, maar zitten ertussen. Echt veel meer. Bij ons seizoen, nou, ik heb echt bijna geen negatieve reacties gezien bij ons seizoen, maar goed. Maar nu valt me op dat het heel erg negatief is. Althans, we hebben nu pas 2 afleveringen gezien. Ik weet niet of er nog gaat komen. En waarschijnlijk komt er nog echt super veel fucking vets aan. En dat iedereen zijn mening maar bijdraait. Want ik kreeg natuurlijk in het begin ook de mening van Nederland. Van joh, zo'n influencertje. Wat kan zij nou? Dus ik vind het altijd een beetje jammer dat heel Nederland dan lekker vanaf de bank een ongezouten mening gaat geven. Dat je denkt, joh Petra, jij zit nu wel lekker met die zak chips op je schoot. Maar ga er maar eens staan, weet je. Ga daar maar staan. Doe die mars, doe dat zwembad maar eventjes. Doe al die dingen maar even en dan piep je wel anders. Dus ik wil even jou niet horen. Maar dat neemt niet weg dat ik er wel wat van mag vinden. En ik had ook al met Nico en Duco erover. Maar als er mensen iets over het programma mogen vinden. Althans gewoon over wat ze doen en zo. En hoe ze zich staande houden in het programma. Dan zijn wij het wel. Omdat wij het echt letterlijk van begin tot ik om en bij het einde heb ervaren. Wij zijn daar geweest. Wij weten waar het over hebben. Dus wij zien ook dingen. We herkennen dingen. Dan heb ik zoiets van, joh, wij mogen er wat van vinden. En ja, tuurlijk vind ik er ook ergens wel wat van. Er in de eerste aflevering al, is het aflevering 1 of 2? In ieder geval begin van aflevering 2 en dan in aflevering 1. Zijn er al 5 mensen afgevallen. En daar schrik ik dan wel heel erg van. Lekker met Zoom, daar zijn wij weer. Daar zijn wij weer. Gezellig. We zijn al uren samen. Ja. Zo, maar mag ik even zeggen, hoe wit lijkt het naar show? Zeg, vind jij? Godverdamme. Nou, ik vind het wel mee. Ik vind sowieso mijn ik ben niet hoe ik op deze camera eruit zie. Zie ik er niet uit. Wat zijn jouw instellingen? Ja, niks. Ja, dat weet toch niemand. We lijken nog 10 keer grauwer, man. Ja, dat is het. Heel grauw. Ja. En het was echt een grap. We hadden op dat moment met z'n 5 één rapnummer uitgebracht en nog nooit op een podium gestaan. En 1 ding wisten wij zeker, die Ziggo Dome, die gaan wij in elk geval nooit halen. Zo, ik ben weer eens opgefrist. Ik weet echt niet wat de laatste keer wanneer ik heb gevlogd. Het is nu weer een andere dag. Ik ben helemaal leuk in een, ja, ik laat zo wel zien, een geel jurkje. Strapless. En ik heb een strik weer in. Want ik heb een event waarbij de dresscode Italian chic is. En als er Italian is, pak ik mijn strik uit de kast. Ik heb mijn make-up ook helemaal, ja, dat is een beetje te licht. Maar ik ben echt blij met mijn make-up. Ja, maar dan heb ik heel leuk een rondvaart met een diner op een boot. Het is een event van Melfi's Cocktails. En I like that. Dus ik heb er heel veel zin in. Er komen ook leuke mensen voor zover ik weet. Dus ja, op naar Amsterdam. Hey, ik kan er niks aan doen. En dan hebben we ook nog een Malvi con Arancia. Oftewel gebaseerd op bloedsinaasappel. Mijn persoonlijke favoriet. Ik weet niet of we hem gaan krijgen. Maar dat laat ik even in het midden. Verder is ook wel iets wat heel belangrijk is. En wat je met je familie doet, is namelijk toasten. En ik wil eigenlijk met jullie namens Malvi en namens mijn bedank aan jullie een toast uitbrengen. Ik heb zelf geen glas, dus ik pak er even eentje. En in het Italiaans is dat salute. Dus als ik... Salute! Nog 1 keer, 3, 2, 1. Hey! Koekjes heb ik ook, hè? Alweer! Hoe zijn jullie? Minimalistisch? Ik ben heel minimalistisch. Die van mij. Mooi! En dit ben jij bent de zon. Dankjewel. Gisteren zijn er dus al verhuisdozen bezorgd en dit soort dingetjes. We gaan het dus officieel 1 oktober gaan verhuizen. En dan gaan we echt over 1,5 week. Dus in 1 keer gaat het zo patsboom snel. Het is echt holy shit. Fucking leuk, maar heel heftig. Maar goed, dit is wel... Als je moet verhuizen, is dit echt de meest chille verhuizing ever. Het is gewoon letterlijk dozen inpakken met spulletjes. En dan komt Lagerberg alles verhuizen.
En dan is het uitpakken. Dus het is, we hoeven niks aan het huis te klussen, we hoeven echt niks te doen. Het huis, het is al af. Misschien even, ik ga met mijn moeder eventjes dit weekend daar schoonmaken. Het is al eigenlijk heel mooi schoner, maar gewoon nog eventjes schoonmaken en dan kunnen we erin. Dus qua verhuizing is het echt, ja, ik kan het bijna geen verhuizing noemen. Het lijkt gewoon of we op een lange vakantie gaan. Maar goed, en ondertussen is ook inleiding van mijn boek, heeft de Ghostwriter opgestuurd. Ik schrijf het trouwens, heb ik dat ooit verteld? Ik schrijf een boek met een Ghostwriter, met Yvonne. En ja, Yvonne heeft meerdere boeken geschreven, die weet precies hoe je moet schrijven. Zeg maar, ik kan wel schrijven, maar een boek schrijven, gewoon de tone of voice en gewoon, het is een ander vibeje. Net zoals dat je een editor hebt die bedrijfsvideo's kan editen of een editor die echt YouTube-video's kan editen. Het is even een ander vibeje. En ik wil wel, zeg maar, als ik een boek uitbreng, het is wel echt mijn tekst, zeg maar. Het is niet dat zij dingen verzint of wat, het is echt mijn tekst. Maar gewoon in een goede, ja, iemand die het gewoon voor mij schrijft eigenlijk. Dus ze heeft nu de inleiding gestuurd. Ik ga het nu even lezen, hè. Zo leuk, het is zo leuk. Gewoon mijn woorden, mijn dingen in een boek. Gewoon dat, ja. Jongens, dit wordt zo leuk. Als het uitkomt, beloof jullie dat jullie allemaal het boek gaan bestellen. Want het is echt... Ah, dit is zo vet. Oh my goodness. Oké, wat ik nu ga doen. Ik ga even naar mijn broer. Oh, ik moet zoveel dingen eventjes inpakken. Want we gaan eventjes met zijn vriendin dingen filmen. Mijn broer heeft ook zijn eigen bedrijf. Sorry, dat heb ik nog nooit gedeeld. Maar hij... Het is ook zijn eigen bedrijf en hij moet even wat content hebben voor LinkedIn en voor Google en iets aan promotie. Want die man die gaat niet, die filmt zelf niet, zeg maar. En zijn vriendin is heel goed met SEO en allemaal dat soort dingetjes. En advertising en goed verhaal erin is. Dus ik ga even helpen om te filmen. Ja, dat ja. Nou, ons bootje gaat lekker hoor. Niet meer presentatie. Ja, maar echt, heb je dit vaak gedaan? Nee. Nee? Nog nooit. Ik vind echt dat je het echt goed doet. Serieus. Nou, dat vind ik, jij geeft mij ook echt een gerustgesteld gevoel. Oh ja? Ja. Oh, prettig. Ja, omdat ik ook wel weet. Ja, maar omdat ik ook weet hoe het voelt, zeg maar. En gewoon, ja, het is wel lekker als je aanwijzingen geeft. Je geeft altijd zo tips en hoe ik het dan een beetje moet doen. Ja, joh. Ik vind het heel chill. Ik haal het ook zelf als ik met mensen ga filmen en er komt geen feedback uit. Dat je denkt, ja, ik ben naar goed. En ja, inderdaad. Dat vind ik zelf heel irritant. Ja, liever namelijk. Juist. Nee, ja, zo stappen naar rechts. Hup, ja, vind ik ook andere lekker. Klemtoon. Ja. Ja, maar dat is lekker. Dan weet je van, oké, als ik niks hoor, dan doe ik het in ieder geval goed. Ja, dus wij gaan de volgende ad opnemen. Het wordt een ad, toch? Of in ieder geval ja, het worden advertenties op LinkedIn. Advertenties op LinkedIn, jongens. Ja. Zijn jullie benieuwd? Moet je even kijken op www.vengroot.nl. Kijk, wat zie ons bootje even shine, hoor. Ja, dit is echt top. Ja. Oké, we gaan het doen. Wat was je nou aan het doen, man? Dat kunnen wij niet zeggen. Nee. Kijk, daar is die, Mr. Vengroot. Hallo. Ja. En de bitches maar aan het werken hier zo. Oh, en we gaan het werk. We gaan even naar een andere verdieping. Dat moet wel via hier. Ga jij mee? Wat ga je doen, Mino? Sorry, ga jij mee? Welke ga je nu doen? Deze. Maar we gaan dit niet zeggen. We gaan zeggen. We gaan iets anders zeggen. Wat hadden we nou ook weer? Voor de tekst. Oh, wist je dat je waarschijnlijk te veel loonbelasting betaalt? Ja, jij zei een goeie. Ja. Of nee, waarschijnlijk betaal je nu te veel loonbelasting. Heb jij personeel, dan betaal jij waarschijnlijk te veel loonbelasting. Ja, ja. Juist. Lekker pakkend op de ads. Wat een idee. Even kijken, kom eens een paar stappen naar voren. Oké, heb jij personeel? Ja, kijk maar. Ja, we hebben sowieso, maar ik vind hem deze niet pakkend. Want deze is ook weer een pak. Heb jij personeel? Thank you.